De China Central Television, CCTV, wil samenwerken met Surinaamse mediahuizen. Dit werd tijdens een werkbezoek van journalist Arantxa Swedo aan China bekendgemaakt. Van dat bezoek zullen wij u dagelijks een verslag brengen. Het werkbezoek vloeit voort uit een getekende Memorandum of Understanding MOU tussen Suriname en China. De delegatie voor het werkbezoek bestond uit 7 verschillende journalisten van de mediahuizen zoals ATV, STVS, De Ware Tijd, Times of Suriname, Dagblad Suriname en de Chinese TV. Tijdens dit bezoek werden verschillende gesprekken gevoerd met diverse instanties. Eén daarvan is de interesse voor samenwerking tussen China's grootste media CCTV en Suriname. Deze samenwerking zou ten goede van beide landen komen. Het is de bedoeling om Surinaamse journalisten de gelegenheid te geven om ervaring in China op te doen, door middel van diverse trainingen. Het ligt in de bedoeling om deze samenwerkingen verder in Suriname te bespreken, om vervolgens een natraject te kunnen bepalen. Gedurende de komende periode zullen wij verder producties van dit werkbezoek belichten. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.